Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. ADO-trainer Petrovic gaat toch met vertrouwen naar Nijmegen. En verdediger Tyrone Ebouy gefocust op zoveel mogelijk basisplaatsen. ADO Den Haag maakt moeilijke tijden door. Niet alleen de Chinese affaire, maar ook sportief gezien zit het niet mee. Trainer Petrovic moet met zijn team zaterdagavond aantreden in Nijmegen tegen NEC. Hij wordt geconfronteerd met langdurig geblesseerde Kevin Jansen en Aaron Meijers. En daar komt nu ook nog Mike Havenaar bij. En het geschorste centrale duo Tom Beugelsdijk en Thomas Meisner. Kijkt u naar de persconferentie van vrijdag na de training waar Haaglanden TV bij aanwezig was. De vragen worden gesteld door Rob Blankenstein. Wat baart jou op dit moment het meeste zorgen? Mijn team. In zijn algemeenheid? Ja goed, als jij derde van onder bent of vierde van onder, of zo, dat is altijd lastig. Ik denk dat het gaat ook een beetje... Even nadenken en gewoon alles geven als speler in de wedstrijd. Dat je gewoon meer dan 100% kan geven. Dat we gewoon niet na de wedstrijd denken, hey, ik kan meer, ik kan iets meer en dit en dat. Gewoon alles geven en proberen gewoon resultaten te halen. Ik heb wel heilig van overtuigd als wij in de komende twee wedstrijden een aantal punten halen, dat het weer komt goed bij ADO. Maar ja, wat kunnen wij doen als team? Wij kunnen alleen maar proberen de wedstrijd te winnen. En gewoon een aantal punten halen in de laatste twee wedstrijden. En dan denk ik, en daar ben ik wel 100% van overtuigd, dat het goed komt. En met de ploeg en met de club. De druk neemt toe, niet alleen op jou, maar ook op de spelersgroep. Hoe zorg je daar nou voor als technische staf dat die druk bij die spelersgroep enigszins wordt weggenomen? Ja, dan zeg ik altijd dat de druk op mij ligt. Als dat iets verkeerd is, dan mogen ze mij wegsturen. Maar zij moeten wel... Voetballen zoals ze kunnen voetballen, gewoon zonder stress, zonder ontspanning. Ja, dat is niet moeilijk om te weten als dat niet goed gaat. Dan stuur je nooit 25 spelers of 20 spelers, dan stuur je altijd trainer. Dus dat probeer ik altijd tegen hun te zeggen. Alle beslissingen wat we nemen, hebben jullie vertrouwen van ons, van mij. Gaan we lekker voetballen en voor de rest, ja, wat kan je doen? Ja, dan probeer ik altijd druk op mij te leggen, niet op de spelersgroep. Als ze nog druk hebben en in paniek raken, ja, dan denk ik dat het een hele slechte zaak is. In begin januari ging je op trainingskamp naar Estepona. In voorgaande trainingskampen werden nog wel eens proefspelers meegenomen. Is dat scenario weer denkbaar? Nou, wij moeten afwachten, denk ik, wat gebeurt komende weken met de club. Ik ben niet nou in staat en dat wil ik ook niet... Over dat soort zaken praten en weer druk leggen. Nog één druk op iedereen binnen de club. Ja, wij hebben spelers nodig. Ik denk dat iedereen, ja, Matthijs weet het en de staf ook. Wat is onze prioriteit en wat we willen. Alleen maar wij zijn nu gewoon in een andere situatie beland. Dus het belang van ADO is veel meer belangrijker dan andere zaken. Dus ik heb vanaf begin aan nooit hier... Zeker geweest om over bepaalde dingen, dat communiceer ik op normale manier. Als dat kan, kan. Als dat niet kan, dan, ja, dan kan het niet. Je hebt je sterk gemaakt voor Becker, die heeft wat centen gekost. Heb je er achteraf spijt van dat je hem gehaald hebt? Ik heb wel niet spijt om Gerald binnen te halen, maar ik heb wel spijt op uitlatingen van mijzelf. Naast Petrovic ook nog even kort een vooruitblik op het duel tegen NEC met verdediger Tyrone Ebouy. Tyrone, tot nu toe heeft ADO daar 15 wedstrijden gespeeld. Je bent 8 keer in de basis begonnen, 2 keer als invaller in het veld gekomen. Lig je wat jezelf betreft op schema? Ja, moeilijk te zeggen. Ik had natuurlijk begin van het seizoen verwachtingen en het liep wat anders. Ik begon op de bank en nu heb ik weer een basisplaats. Dus... Ja, ik kan niet ontevreden zijn, dat niet, nee. Maar natuurlijk wil altijd meer. Vorig seizoen kwam je tot 14 optredens in het eerste helft. Dus wat dat betreft, met nog een vooruitzicht van de tweede competitiehelft, moet dat ruimschoots overtreffen zijn? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat wel. Maar je moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat je in de basis blijft staan. Dus
Dat is het belangrijkste ook. Even naar de situatie van ADO op dit moment. Sportief gaat heel moeizaam, ook financieel gaat het heel moeizaam. Hoe ga je er zelf mee om? Ik probeer me niet zoveel van aan te trekken wat er om me heen wordt gezegd. En we moeten er gewoon voor zorgen dat we als team dat het gaat lopen. En persoonlijk, probeer gewoon als ik in ieder geval mijn ding wat ik moet doen, probeer ik gewoon goed te doen. En als het kan, probeer ik het team extra te helpen. Maar dat kan persoonlijk nog beter. Afgelopen zondag een nederlaag tegen Utrecht. Als je dan ziet hoe je met name die eerste goal tot stand komt, dan denk ik bij mezelf, daar zal toch ongetwijfeld door de technische staf ook op geattendeerd worden op dat soort situaties. Waarom gebeurt dat dan toch vrij regelmatig? Ik denk op dat moment gewoon een stukje scherpte dat ontbreekt, denk ik. Zoals je zegt, er was niet heel veel aan de hand, denk ik. En dan komen ze er zo doorheen en scoren ze, maken ze het ook gelijk af. En we moeten ervoor zorgen dat dat de aankomende wedstrijden niet meer gebeurt. Hebben jullie überhaupt last van alles wat omheen gebeurt op dit moment bij ADO Den Haag? Je hoort allerlei verhalen, je leest allerlei verhalen. Daar kan je als speler ook niet helemaal van afsluiten, denk ik. Hoe ga jij daar dan mee om, concreet, ten aanzien van dat soort zaken? Want er wordt ook gezegd van, salarisbetaling wordt moeilijk. Daar maak ik me nu niet heel erg druk om. Dat antwoord geeft iedere speler, maar is dat zo? Nee, tuurlijk. Je hoort wel dingen van buitenaf over de club en veel negativiteit. Maar natuurlijk, dat is niet leuk. Maar tijdens de trainingen en tijdens de wedstrijden, ik denk niet dat dat veel beïnvloedt. Het is gewoon, wij moeten gewoon op het veld zijn, moeten gewoon ons ding doen. En die zaken daarbuiten, daar zijn andere mensen voor. De directeur Matthijs Manders heeft u ook toegesproken. Heeft dat toch een stukje vertrouwen gegeven? Jawel, ik denk het wel. We zijn goed ingelicht en wij moeten er gewoon voor zorgen dat op het veld onze dingen doen. En hij doet dat buiten het veld. Zaterdagavond naar NEC. Al eerder de tegenstander dit seizoen, maar dan voor de beker. Wat voor indruk maakt die ploeg destijds op je? Ik denk dat ze elkaar op dat moment nog niet echt goed hadden gevonden. En zoals je ziet, de laatste tijd pakken ze wel wat meer punten. Dus we moeten scherper zijn dan dat we toen waren. Wat voor soort wedstrijd verwacht jij? Ik denk een zware wedstrijd. Ik denk dat hun ook zullen denken dat ze een kans kunnen maken en dat ze punten moeten pakken tegen ons. Maar zo denken wij er ook over. En wij moeten er gewoon voor zorgen dat die drie punten mee naar Den Haag gaan. Daarna nog een wedstrijd hier thuis tegen Sparta, maar tussendoor uiteraard de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Er stond van de week een staartje in de krant van de laatste 11 wedstrijden. Daar stond ADO stijf onderaan. Dat moet wat dat betreft ook geen vrolijk gezicht zijn. Ik denk voor de spelers zelf, daar kijken wij persoonlijk niet heel erg naar. Wij moeten nu gewoon voor zorgen dat we nu juist punten gaan pakken tegen dit soort clubs. En de beker is dan natuurlijk, het is iets moois om in de Kuip te mogen spelen, maar ik denk dat toch het belangrijkste nu de competitiewedstrijden zijn. Hartelijk dank voor het kijken. Maandag dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. We wensen u een fijn voetbalweekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.